Wout Zylstra is een fenomeen in Friesland. Maar de sterke man is net alleen nog populair in uw eigen provincie. Ook in Schotland is er groot respect voor de Flits van Volsgeren. Een portret van een man die het maar dreig aanschien nemen kan van zijn grote liefde, de Highland Games. In Volsgeren komt een jongen te wennen, Wout de Jong, die organiseert het sterkste man van Friesland. En dat organiseert er al een aantal jaren. En die keept het een huis in Volsgeren. En ja, ik ben wat de stoere jongen en hij krijgt niet zo vierlijk mooi nog. En dan begint opeens mijn leven helemaal te verorien. Wout Zylstra is 43 jaar. Al 22 jaar is hij dwaande in de wereld van de sterke Mali. Op nationaal en internationaal niveau stiet hij onder top. Wedstrijden van sterke Maliou de hele vrouw had hij meedien en daarmee een heel soort prijzen won. Maar zijn grote leefde leidt bij de Highland Games. We gaan met hem naar het land dat de oorsprong leidt van deze hele oude sport, Schotland. En het is warempel. Als de doedelzakmuziek speelt, dan giet mijn bloed. Dat is mogelijk, hè? Nou, dan heb ik verder, als jong jongen, heb ik er niks mee aan. Maar dat giet automatisch. Maar de wedstrijd heb ik dat toch kregen. Al 20 jaar maakt het Wout de gong naar verskate landen. Ek nou is hij op wei naar 2 dagen Highland Games in Schotland. Al wordt hij ouder, dit kind er nog net litten. Callender is nou het doel van de reis. Een liets plakje onder voet van de Highlands. Hij giet mijn zoon Lietse Wout. Is het great now? You are here with the equipment also. No. Good for what? Ja, goed voor. Big man. Ja, you're also a big man. 50 kilo. Ja. Yeah. Het is een soort van thuiskomen. Hier leidt zijn het en de Schotten hebben haar het weer verlenen op Wout. De sfeer is gemoedelijk. Hey, wat is hier? Hey, alright. Dit is de wereldkampioen, Scott Greg Edmonds. Hij helpt gewoon mooi op te bouwen. You enjoyed your title? Been a good week. Ja, yeah, for sure. Yeah. No training, no. No, that's okay, that's okay. That's Je hebt honderden wedstrijden hier in deze regio's. En dan net al in de kalender, maar er binnen in allerhande dwarpjes. Allerhande dwarpjes binnen. Ik kan het wel een beetje vergelijken met Keertz in Friesland. Echt een soort dwarpsfeest. Nou, maar hier komen natuurlijk een berg toeristen. Daar wordt het natuurlijk ook interessant van. Die willen beslist een Highland Games. Ja. Maar zij is toezenden jaren hier en zij is nog steeds. Er is niet om verroren. Niks om verroren. De kilt, de beroemde kilt. Highland Games, jij ziet een kilt ervan. Dat is verplicht? Ja, verplicht. En in het begin ziet het me wel wat vreemd, maar ik ben er nog helemaal aan gewend. Ja? Ja, zodra ik deze veronder heb, dan giet het beltje maar even van, hey, we starten weer. Wat me nou zo opvalt is dat je in een woord gek tentje stiet en daar heen je mond te klein. Dit is het, ja. Dit is het. Ja. Stikken wat vrienden de jongens, hè. Ah, wat. Tikken nog. Ja, nee, voor lijsten we er net stelten. Altijd maar wat eten en drinken is het voor de rest, hè.
Ik heb de jongens, jij zit nooit in een zeur eigenlijk hier. Come on, Bo, let's have it again. Can you be the first for the 12 o'clock? Come on, Bo. 12 o'clock. All three. But he's a gentleman of the Highland Games, is Bout. A gentleman? The whole crowd, everybody loves him. Everybody just loves him. He's good at his. What is he? Would you say he's a good day? Participates with the crowd. He gets the crowd going. A good crowd puller. Yeah. With his And we love him. We really love him. Very fond of Bout. Highland Games binnen al duizenden jaar naad. Het is meer dan alleen nog maar sport. Er binnen doensen, doedelsekwedstrijden en gevjochten worden naaispielen. Alles straalt historie uit. Ja, dat viel gewoon het stikke geschiedenis wat je erachter zit. No? Het gevoel van sajet dat ik als to, de bergen juist de meesten van duizenden jaren juist de strijd is komen, no? Dat gevoel dat en dat wordt Jerik Oes wat jere een strijder. Ja, dat is in Oorland nog net zoals hier. Dit is speciaal. Als to hier die bewezen heeft hier op het veld, dan is dat respect Oes groot. The Highland Games are all things to all men. They were formed, first of all, I might say, when the Scots, as I say, they were a rather turbulent history and aggressive race. We've got clans, like tribes, and these clans would sometimes fight over territory and so on. So the chieftains had to confer. They had to talk to each other. And of course, the men would maybe start fighting amongst each other while the chieftains were talking. We'd start off with a couple of drinks and finish up with a battle, you know. But the chieftains said, well, let's do some sports. And this became a substitute for war rather than a preparation for war. And they'd run races. And the chieftains kept their fastest men as messengers, couriers. And the toughest, strongest men become their personal henchmen and bodyguards. So the games had a purpose as well as being good sport. And so this was the start of Highland Games. As chieftains conferred, they would talk together. Schiphol, daar werkt Wout. Hij is inspecteur van import vlees en visk. Goedemorgen, beste collega's van me. Alles goed? Ja. Hey, ja, ja. Wat hebben we vandaag? Vis uit Amerika. Zullen we die eens even keuren? Mening in size 0,5. Keurig. Ja, het is er nu zo dat het EGI mooi, nou? Daar keuren we het op. Want dit gaat Nederland in, of? Ja, dit gaat Nederland in. Maar ja, dan ben ik een soort partij en ik ging weer rechtstreeks naar. Duitsland of Frankrijk, alles is. Het is gek wat de goedkeepste vlucht is. Schiphol heeft een heel soort aanvoer van de EGI. Zal hem eerst eens even roeken. Uitstekend. Dit is natuurlijk prachtig, no? De Jacob Schelp met de roggenvleugels. Ja, ken ik wijzen van hinders, apen, mijlpaden, neushoorns. Alles komt hier eigenlijk binnen. Slang. Ja, giet altijd. Elke dag is er een verrassing wat er langs komt. Nou ja. 0,4 graden, ik ken eigenlijk het beter. Slachter heb ik ambitie geweest om de slager vrachtskwallen te doen. Dus echt van. Maar daar is net verder in. Zeg je tot mijn 22e? Ja. Nee, de sterkste man in de Highland Games dat gong voor mijn werk. Want als je met wat broers in de slachterij om, ja, dan best wel altijd aan het werk. En ik moest eigenlijk wel een soort tijd hebben om te trainen. Dus Sabanda ben ik Rijksambtenaar geworden. Dat is de keuringsdienst, is Rijksambtenaar. En dan koek minder oeren werken en dan koek een heel soort trainen natuurlijk. In Drielt stierde de slachterij van Huid en Mem. Hier begon het allereer. Ruus Hans, dat was altijd een grote sterke broer van mij. Die kon een hele koot tillen. Nou, dat was eigenlijk onmogelijk. En dan hingen we een bonkenbak. Een bak vol met bonken en die moest naar het hok. Nou ja, Ruus Hans kon dat tillen, douwen. En dan moest ik maar de bak vol bonken. Nou ja,
Het hak. Ik denk dat wij vroeger al zo sterk als Diekem in als jongens waren. Nou, wen het Wout in Vosgeren op de pleats dat er grut worden is. Zeg, wat heb je? Dat is jaar. Wat heeft nou een ramp dan ook? Dat is dat Highland Game, ja. Ja, dat is even, ja. Zie je trainen die man? Wat? Eerste pad. Zo wist ik het niet meer. Maar nou is Wout op een gegeven moment maar die wedstrijd in mij waar hij in. Ja. Wat voelen jullie ervan? Angstig. Ja. Eng. Ik ben altijd maar de dreigbruts. Wist je? Brekken zoeken. Waarom ben je daar zo bang voor? Ja, dat weet ik net. Ik voel niks. Hij kon eens keertsen. Weet ik veel mooi. Die mijn man te gek vroeger. En die zei dat je. Dus dan wilde ik dat nou. Hij moet keertsen. Wie het zo groot, Wout? Ik ben met nooit wedstrijd, jongen. Nee. Nee. Je bent nooit een wedstrijd geweest? Nee. Ik ben niet snit zelfs geweest. En ik rap een zoom. Nooit je verrit, hè? Ja. Ik dacht, weg geweest. Nee, maar net ben geweest. Nee, mijn zoon erin. Nou ja, ik kwam de dag. Ik was, ik heb een neer op snuit met ze, volgens mij. En dan de omrapper zit die het omrapt. Oh, ik denk, wegwezen. Nee, maar wij vonden het net gewoon net een mooie sport. We hebben nooit waardeerd. Nee, wij vonden het inderdaad eng. En ik net, nou ja, wie dat nou een sport? Ik ken me dat ik dan wel een beetje begrip hier. Ik ken ook dan wel eens jongens die komen bij me. En dan bellen de man me op van, nou pas alsjeblieft op die jongen. Dus je, het liek het ik raar. Nou, ik zou nog beelden van vroeger. Dus ik was vier tils, de kop, die knapt haast. En auto's loeken. Auto's loeken. En, en dit lijden, Judith, dat lijden, dat weet zelfs Lilkop. Wat nou ja, ik bedoel, ik moest dan net mijn zwaarder aan. Toen ik 20 jaar hier was, toen trainde ik hier in de schorre, nooit de golle. En die site kwam wel eens naar boeten, want er stond een koe die moest kelly. En dan wie ik zo aan het schreeuwen, wie die site dat de koe kelly moest. Ja, nou. Zo'n lietse Wout had ik talent, maar wol hij hem wel in die sterke vrouw hè? Het komt erop om, hè. En om het te leven, samen met de zitten van een soort invloed, ik vermoed nou natuurlijk, nou mensen die zitten van sa of de doping natuurlijk, altijd dat verhaal. Of, ja, het is heel moeilijk om daar je eigen waar in te vinden. Dus je kan hem er wel in steunen, maar ik zou ze net stimuleren. Nee, ik vind het mooi dat er nou een atletiek Woutje. Hij kan onze koel zitten, daar heb ik alles voor hoor. Prachtig. Maar ik zie hem stiekem ook wel eens in mijn gewichten opslepen en dan doet het mij naai. Je zie hem wel schreeuwen en dan dacht ik, dat moest eigenlijk nog net. No? Dus de hakmin had ik een beetje verst. Had ik nog een keer zo'n theestakje? Ja, kom maar bak. Appie moet. Tot 12 van hier, ik heb wel een heel soort meisjes kunnen kapot gaan, jongen. Ja, ja. Op wat voor manier dan? Dus lichamelijk. En, ik omdat ze spulbroek niet. Ja, maar ik wil als het is ik samen mijn kleren natuurlijk om een beetje in die criminele wereld als leiwacht of als best er ik samen in verdiepen of meestal niet rekeningen net betellen. Nou, als dan even mooi is, ja, dat scheelt al. Ik zal je vertellen dat ze betellen, ook even mooi. Maar als je dat zit je wel gauw in het hoekje, weet je eigenlijk net. Dat weet je net wel. Dat je eigenlijk net weet, dat probeer ik met. Dus de hek is mij altijd wel. Het is mij wel een goeie geweest vroeger. Dat is meer een beetje mooi, jongen. Ja. Net al te gek. Net want. Geen misbruik meisje van je. Totaal. Ik mis een beetje alle prijzen, ja. Ik ken wat in de camera staan, de mooiste. Maar dit heb ik, ja, van die heren hinnen. Natuurlijk heb ik wel bekers bij me vertrekken. Maar de belangrijkste heb ik bewaren. Ja. En wat is nou de allerbelangrijkste dat je stiert? Oh, bij vaak de liedjes, hè. Als je sterkste man heb ik een keer sterkste team van de wereld. Nou, World Strongest Team, 98. Zo'n prijsje.
Nou ja, champion of the champions bij de Highland Games. Hoogst haalbare titel. Ja. Champion of the champions. Champion of the champions. En champions of the champions that we never deen. Scotland. Highland Games is een zware sport. Er worden verschillende vaste onderdelen dienen. Die kost throwing the stones en vier gooien van gewichten. Dat komt erop aan, zeker als je wat ouder wordt. Dus je moet een zeer goed atletisch vermogen hebben. Nou, clear. Als wat ouder was, verdwijnt dat ambitie. Dat is duidelijk. De souplesse gaat verder, maar de kracht is er nog wel. Maar de souplesse, dat is... ach ja, even een beetje goed wat opwarming. Is het vervelend om dat te vernemen, dat minder wordt? Ja, zeker. Inderdaad wel een beetje... dat is het reden van deze sport. Nou, ik vroeg u zoiets vroeger wel eens, wat is nou je grootste wees? Dan dacht ik een soort geld of een grote auto. Nee, dan zei ik. Ik woer dat ik 30 jaar werzen kon. Dan dacht ik, nou, dat is nog van gekken praat. Maar nou ja, nou, het was zo. 30 jaar werzen, dan koest ik altijd toch weer hudden trainen en best op die sterkste. Nou. Ik heb mijn sterkste ook een beetje, ja, goed in de 30. Nou kist ik. Eigenlijk stond hij nu hudden trainen met hem, maar dat werd hem net meer. Nou. Dus ik kon heel zijn training besteden. Kruid is slightly older than me and I always aspired to Wout. And in the past 2 years I've just managed to start beating him. But he inspired you? Yeah, well, the man who holds the world record in the weight for height, he's a very strong individual and he's a very big man as well. So as a youngster I look up and think, you know, I want to be like him and beat him one day. So I'm happy it happened one day. De enigste negatieve kant van onze wereld is, ons rood is, het dopingverhaal. Nou, dat is, ik heb een punt staan in mijn leven, Sinilien. Ik heb echt op het punt staan om alles op te horen. Zo. Elke keer dat gezeur erover. Plaats krijgt hij nog te volgens mij is er net een dag voorbij gingen dat er net over doping praat wordt, weg ben. En, maar ik dacht bij mezelf, ik ben een sportman. Ik moet die dopingtroep eigenlijk verder te maken zien. Ik ben een sportman, ik wil wedstrijden, man. Viel ik me goed bij, heb ik nodig, ik ben mijn energie kwijt. Dus dat heb ik besluit genomen om gewoon trots te gaan. Maar ik heb op punt staan, toch al het gezeur en gehouden hoor, op doping. Ja, dat zet ik gewoon op, maar wat ik het laus doen in mijn leven. De sport, ik ga ze vier geweest. Dit binnen sterke malje, dat is een andere categorie sport. En als je dit zou zien, denk je, dit kind toch net gewoon op ballen en wetter? Ja, dat met zichzelf zelf haast een verantwoordje, hè? Ik had er vroeger wel eens uitspraken naar die dat ik zei van... dan mocht ik er meestal net om blij, ook dat toch. Maar ze zijn natuurlijk net slecht als persoon. Een sporter won natuurlijk winnen, de beste wijze. Nou, dus dat kist de sporter net kweeën afnemen. Dat er grenzen uittast. Maar ja, je moet het van jezelf wel verantwoordje kennen. No? De pleats van Haitemem is intussen omtoverd naar een trainingsplak. De eerste twee, dan ben je al aan het voorbereiden. Nou, zo. En dan moet je er een minuutje weg. Nou. En dan komt er eigenlijk precies. Sneu, de business is hier altijd een gekke boel. En mooi waar, dan kennen Highland Games ik gewoon een gangje. Ja, sneu, zie je dat hier altijd vol mooie auto's. En is dit nou het enige plak in Friesland dat sterke Mali en vrouw die terug te kennen? Ja. Uiteindelijk wel.
De Highland Games komt uit heel Nederland hier trouwens. En een sterke man, ja, eigenlijk. Ik uit heel Nederland wel. Maar ja, eigenlijk is het de eerste plak. Met dat zakken als jaren. Loek hem erin, was er maar even. Hierin heb ik goede trainers, Roem gelukkig altijd, want ja, ik ben er hartstikke heel soort fut natuurlijk. En, maar ja, de ervaring en zei, pak ik iedereen aan, jongen, ik altijd weer even om ja, te vertellen hoe het eigenlijk wat met. Nou, Kar of Johannes of Jarda, die ben je er altijd bij. Ja, want ja, als je hier trainer is, ben je eigenlijk een beetje verantwoordelijk. Best verantwoordelijk, best verantwoordelijk. Ja. Dus het mooi eigenlijk net zonder trainen. Als je valt, heb je de wereld niet veel mooi draait. Dus dat is wel een voorbeeld natuurlijk van je. Dat je bij een nooit streven, moet ik natuurlijk. Dat zal waarschijnlijk wel net lukken. Er zijn enkeling die helpt dat natuurlijk. Maar toch op provincieniveau, om toch zo heeg mogelijk te eindigen in de sterkste man. Dan. Dat is uiteindelijk een streven. Ja. Is het een soort van ja, idool van je vanaf vroeger? Of oh, ja, ergens wel natuurlijk. Ja, zeker weten. Nou, dat op televisie en zijn wedstrijd, dan hoop je natuurlijk wel wat Wout aan won. Nou, zeg ook dat dan. De rug niet, op die kribbels. Nou, op die ding. Nou, sterker staan. Sterker staan. En dan pas, hop, en drukken. Drukken, drukken, drukken. Ja, daar is hem, hem. Oké, okay. Is wel? 80. Hop, ze kijken. Nog een keer. Hop, druk door, druk door, druk door. Kom, twee keer. Stappen, 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 stappen. Best. Zo, fluiten of niet? 80. Fluiten. Ik jou ook soort demonstraties in het warpen met zijn. Dan komen er altijd wel weer sterke jongens naar voren. En Zatwan, daar ben ik altijd wel een beetje met talent aan het zieken. En dat is eigenlijk een beetje mijn taak. Nou, wat ik wat leven blauwen. Nou, die Highland Games heb ik eigenlijk helemaal hier, hier invoerd natuurlijk. Nou, sterkste man, ik denk ik. Als ik er net weer, dan weet het, ja, dan weet het natuurlijk net zo als nou. Nee. Peter, dat maak ik een keer in die zaal van. Ik vind het mooi onderdeel. Super. Het is een ja, toch wel een sportman in haar tenier. Nou. Nou, alleen, ja goed, dat hek hem eens een keer uitleggen hoe dat eigenlijk zit. Ik zei, het is net al in de sportman wijzen, maar ik zei, dat komt een keer tegen mijn huid wijzen. Zo had je niks, dan kan je mee in gang gaan. Maar dat, die fases heb ik zelf al gedaan. Ik zei, mijn eigen vrouwtje dus. Nou ja, dat is wel, hij is maar liedje woudje bezig. Nou, dat krijg je nou. Dit is ook wel missie, hè? Maar ik ben hartstikke, ja, het is hartstikke vier dat ik hier een keer stapje met. Ja, ja. Die grote jongens worden steeds sterker en Wout Zielstra wordt steeds wat minder. We all get older. It's just who does it gracefully. And he's been hanging in there as he won the weight for height today. I mean, that hat's off to him. He's a great athlete, great person. Wout moet dan 43 jaar wezen en in zijn naaidagen zitten, maar onder een is er nog net. Op gewoon onderdeel is er nog altijd een van de besten van de wereld. Het beemsmieten bigeliks. Elke nieuw biedt hem stikken. Uit zijn Zielstra uit Vosgeren. Twee keer al, hè? Ja, het is een beest, hè. De bejoekels van Pjan. Hapjeus. Hij met even door de kap, hè. Hier is wel mooi op het krachten.
dat is wat extra kracht is. Dus, ja, dit onderdeel natuurlijk. Noren. Dit is een van de mooiste krachtmetingen die ik ooit mooi maak. Ik heb toch alle wedstrijden wel mooi maken. Maar die kepertas is ja, echt de sterkste krijgt de moederkop. Dat is een fantastisch onderdeel. Toen die Noord, dit is prachtig. Hoor. Dit heb ik altijd lang. Ja. En dan ben je het matwaar die het slagen. Binnen matwaar die het. Ja, maar 6 meter. Ben Joekels van de BM staan. En, het is een soort kussel. Ik ben ik achter de poes. Je moet sprinten. Mooi stikke wicht natuurlijk. En een stikke explosieve krachten. Bats, en met knallen. En dan gaat het door de kop. Het gaat nooit vanzelf natuurlijk. Maar elke keer weer. En just wel, hier heeft ik conditie. Hier heeft ik conditie van nodig. Hier is de master, de grandmaster van de throwing away from height. Hij holds the field record hier en hij holds the world record. Wout Zylstra van Pride Friesland in de Netherlands. Well done. Ja, dit heb ik altijd gewonnen. Dus dat heb ik ook al graag nog een keer. Als de afsluiter hier een keer winnen, hoor. Ja. Zit het erin? Het veld wel lekker. Dus we gaan nu naar Santje Fiet. 5,20 meter zo'n beetje. Dat is heel lang, hè? Oh! En hoppa! Hou het schip niet aan. Ik heb dit onderdeel toch eens 2-3 wonen, zo langzaam van al, ja. Dus ik heb nog steeds, maar dat ben ik klappen op een eigen, dat is juist. Het is, en het wereldrecord is nog even heger. Nee, daar kom ik net maar in de buurt. En zo komt er een eind om 2 dagen World Highland Games in Callander. De Pool Sebastian Wenta wint het. Zitten we erop, Wout? Ja, wie het weer, hè? Het zijn mooie dagen aan. Ach ja. Dat komt er weer aan, jongen. Ja. Vol sfeer tegen 2 dagen achter de koor. Ja. Als je dat weet. Zes juister heb natuurlijk goed de bullig broekt en dan ja. Het waren dooi met de Steven natuurlijk, no? Je kan net even bekomen, maar het zal de laatste keer worden. He's been a very important part of the scene because he's so colorful, he's got such a nice personality and he's also a very, very competent thrower. The world's best in throwing the weight for height. So a good man to have, you can be very proud of him. He's a very, very good ambassador for the Netherlands. Ik ben altijd niet nodig en ja, verschrikkelijk goed behandelen. Dat, ze hebben me vervallen die al wegvregen. No? En, moeilijk voor mij om nee te zeggen. Ja, dat kist haast net. Hek nou net, hier is echt zijn.